beschermen tegen de blauwe plekken die dat veroorzaakt. Het pak weegt ongeveer 25 kilo, dus een vrij zwaar pak. Maar dat is geen enkel probleem. We gaan laten zien hoe de hond ook gebruikt kan worden in een aanhouding met een gevaarlijke verdachte. Zullen sommige mensen zich afvragen, waarom stapt hij nou een schroevendraaier bij die in zijn bek? Nou, dat is geen schroevendraaier, trom. Wij doen een breekstick. En die is eigenlijk bedoeld om bij de hond een soort van reflex te geven op zijn tong, waardoor hij heel snel een verdachte loslaat. Want wij willen natuurlijk niet dat de hond onnodig lang op een verdachte zit. Dit was onze demo. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En wens jullie verder een goede dag. Dank u wel.